gehakt, beetje olie, kruiden, augurkje, kaas, tomaatje en sla. Ik zie hier alle ingrediënten liggen voor een echte American classic. Oh chef, ik denk dat je aardig warm bent. Hier is je opdracht. Kijk, mijn opdracht. Dankjewel. Ik ga ermee aan de slag. Maak een hamburger. Je hebt 15 minuten en ze wenst me succes. Iets om te smeren. Iets om te snijden. Verwarmen. Beetje kruiden. Lekker vlees voor echte mannen natuurlijk. De veiligheidsbril. En misschien wel een paar handschoenen. Professionele bakplaat. Beetje olie bij de hand. Heb je misschien een vuurtje, Dylan? Uiteraard, chef. Dylan, als jij voor mij deze ene hamburger verder wil garen, maar wel eerst een veiligheidsbril op, ja, dan kan ik verder met het proces. Prima. Oké? Okay? Beetje uitsmeren. We gaan aan de sla. Wassen. Dylan, super bedankt. Ik neem het vanaf hier weer over. Graag gedaan. Dankjewel. En kijk, voilà. Een echte American classic. Het enige wat we nog moeten doen, is proeven natuurlijk. En zo zie je maar, met het juiste gereedschap is het prima mogelijk om een heerlijke burger te maken. Dylan, kom er eens bij. Wil je even lekker een hapje proeven? Het ziet er heel mooi uit, maar jij eerst. Ik ga natuurlijk zeker proeven van mijn eigen American classic. En het is ook nog echt lekker. Dylan, jongen, je weet niet wat je mist.